Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. We gaan een bericht opnemen voor de liefde voor jezelf en de tweelingzielliefde. Twee aparte gedeeltes. Het eerste gedeelte gaat over de zelfliefde. Ik krijg vaak al de vraag, waarom is dat zo belangrijk? Als je niet in de liefde voor jezelf zit, dan kun je ook niet in een union komen met een ander. Union is natuurlijk het samenkomen met twee personen. Innerlijk werk doen, dat is gewoon jouw angsten oplossen en die mogen volledig opgeruimd worden, zodat je dus ook dat vertrouwen hebt dat dingen kunnen gaan stromen. En de liefde voor jezelf. En dat je in je eigen kracht komt te staan. Oké, wat is belangrijk voor de mensen om te weten? Union. De union in jezelf, die mag dus zijn. Mannelijke en vrouwelijke energie. Die mogen stromen. Autumn. Het heeft te maken met het najaar kan, maar het kan ook te maken hebben met bepaalde dingen die je losgelaten hebt in de afgelopen herfst. Of zoals de boom de blaadjes laat vallen, alles wat hij niet meer nodig heeft om opnieuw te groeien. Dus het moeilijke stuk, heartbroken, dat mag je dus nu, alle moeilijke zaken mag je dus nu loslaten. En zaken die jou belemmerd hebben eigenlijk om vooruit te komen. Vooruit te komen voor jezelf, vooruit te komen voor van alles. Create, je mag gaan creëren. En het heeft te maken met een verandering. Wat je niet zag, het masker. Ik werd hier gewezen op dat masker en nu krijg ik de kaart van het masker. Je mag kijken, creëren zonder masker. Dus je mag jezelf laten zien zonder masker. Je mag zijn wie je bent. En datgene, dat zal ervoor zorgen dat je, als je naar jezelf toe erkent waar je bang voor bent, dat die union in jezelf ook kan gaan stromen. Dus hier ga je toch iets loslaten van oude stukken, maskers die je niet meer nodig hebt, pijn die je hebt gehad, die misschien er nog zit. Dus dat is wel belangrijk en het heeft te maken met zelfvertrouwen. Je vertrouwt nu volledig erop dat dingen gaan stromen en dat dingen gaan gebeuren. Ja? En dat heeft met een verandering in jezelf te maken. Leg ik hier een uitleg bij. Het heeft te maken misschien met een stukje afhankelijkheid. Niet durven kiezen. Of je energie weggeven. Dat je daarmee te maken hebt gehad in het verleden. Dat je nu bewust bent geworden. Of je wordt je bewust doordat ik het zeg. Poort van overvloed. De vooruitgang. Leven vanuit je hart. Dat mag er dus nu gaan stromen. Het heeft te maken met een stagnatie die nu voltooid gaat worden. Omdat je niet wist, niet zag. En er komt een nieuwe energie. De energiepoort gaat open. Een nieuwe energiefrequentie. Je ziet jezelf nu zoals je werkelijk bent. Je ziet jezelf met alle potenties die je in je hebt om bepaalde zaken naar voren te brengen. Dus dat is eigenlijk wel een stuk wat gezien mag worden. En je wordt je dadelijk bewust van jouw zielsmissie. Als jij in de union bent met jezelf. En je hebt die afhankelijkheid losgelaten, wat je dus hier mag doen. Misschien heeft je dat in het verleden heel veel moeite gekost om die afhankelijkheid los te laten. Het kan een afhankelijkheid zijn van een emotie. Het kan een afhankelijkheid zijn van een persoon of van een situatie. Het kan ook van een emotie, van het, de controle willen houden. Dus dat je, ook al zie je het niet, dat je toch wil weten van hoe gaat dat stromen. Laat het gewoon het stromen, geef het de ruimte. Je gaat nu je eigen pad volgen. Er komt een doorbraak in de situatie, een nieuwe richting nu. Oh, dat is een heleboel. Transformatie van karma. Ja, ik zei het net al, controle, dat een stagnatie is, dat dingen stagneert. En dat een blinde vlek is, dat als je het niet, dat je niet vertrouwt erop dat dingen gaan stromen, dat dingen gaan gebeuren. Dat wordt dan gezuiverd, dat is een ballast dat je eigenlijk bij je hebt. Dat mag weg. En je mag je eigenlijk overgeven aan je eigen pad volgen. Gewoon je eigen stukje doen. En dan gaan de dingen ook stromen. Daardoor heb je ook die volledige union dadelijk met jezelf. Als je de controle los kunt laten hoe het allemaal moet gaan zijn en hoe het zal moeten stromen. Dan gaat dat wel. Want achter controle zit vaak een stukje angst ook, hè. Wat er nog gezien mag worden, wat er nog geheeld mag worden. Het kan ook zijn dat je gewoon nieuwsgierig bent, maar
Meestal is het ook een stukje angst dat er nog zit, dat iets niet gaat stromen, dat iets niet gaat gebeuren. En dat je misschien iets niet kunt creëren wat je graag wil, dat je niet door dat masker heen kunt kijken, dat je dat niet ziet van jezelf. Dat dat juist die blinde vlek is, dat je dat doet. Dus dat gaat dan veranderen. Dat is de bedoeling. De komende tijd gaat dat dus de energie zijn waar je mee bezig zult zijn, waar je mee bezig zult houden, om dingen op te ruimen. Om dingen te helen voor jezelf, ja. We gaan even verder kijken, wat gaat dat doen op tweelingzielenvlak. Dus als je dat op je eigen vlak heelt, wat is er van het tweelingzielenvlak? Wat staat er daar te gebeuren? Crossroads, je staat op een kruispunt. En iets wordt achtergelaten, iemand laat een situatie achter, gaat naar een nieuwe situatie, gaat naar iets nieuws. Grounding, gronden, aarde. Dit kan dus ook zijn, als jij hiermee te maken hebt met dat controlestukje en je laat dat los, dan ga je dus meer aarde en dan ga je dat oude stuk achter je laten. En dan kan het ook op je pad komen allemaal. Dan kan het ook gaan stromen. En childhood sweetheart, dus er komt iemand terug vanuit je verleden. Divine Feminine, dus je gaat in je eigen kracht staan en shooting star, je krijgt duidelijkheid, je krijgt helderheid, wat er allemaal gaat stromen, wat er allemaal nodig is. Dus dat is in ieder geval wat ik hier voel. En strive betekent in mijn gevoel van je hebt op je eigen vlak dat opgelost en dan kan het dus ook op dit vlak gewoon opgeruimd worden. En dat heeft te maken ook met de dat de hele denken van, gaan dingen wel stromen, gaat het wel stromen? Dus ja, het gaat stromen. Als je dit loslaat, als je dit achter je laat, dan gaat het ook stromen. En als je dat kunt, dan zul je zien dat dingen zich gaan ontwikkelen. Ik moet nog een, ja, zie je, daar komt de commitment waar je van gedroomd hebt. Dan gaat de verbinding eigenlijk plaatsvinden tussen jullie. En wat er nu misschien nog verborgen is. Dus dat zie je misschien nog niet. Of het is een verrassing. Heden krijg ik ook het gevoel dat het niet gezien mag worden op tijd. Dat je hier eventjes de rust nodig hebt. Nog daarin. Of dat die ander dat nog niet wil aangeven wanneer het gaat stromen. Weet je, dat als een verrassing is bedoeld. Maar hier gaat wel iets helen. Als je dit heelt bij jezelf, dat stuk controle loslaten. Dan zal er hier een verandering plaatsvinden. Ook met betrekking tot je tweelingziel. En dat is gewoon heel belangrijk, dat die controle losgelaten wordt. En nu gaat zich dat ontwikkelen. Welvaart. Er zijn mooie dingen onderweg. Nieuw begin. Er is een nieuw begin mogelijk in de liefde. En neerdalen. Dat is een neerdalende energie. Dat was dus dat stukje controle. En er komt correspondentie, er komt een bericht van die persoon. En even kijken. Onherstelbaar. Deze connectie valt niet meer te lijmen. Ik vind hier af en toe van die kaarten bij. Dan klopt het eigenlijk helemaal niet in wat er ligt. Maar ik heb het gevoel dat hier iets, dat dat niet te maken heeft met die relatie. Ik ga er dadelijk nog een kaart op leggen, want het voelt niet goed. Vakantie. Je hebt de tijd nodig voor jezelf, maar ook voor de ander. En ik wil nog een kaart op die, van die connectie van iemand te lijnen, want dat voelt raar. Even kijken. Pas op voor verleidingen die op je pad komen. Ik heb hier het gevoel dat het anders bedoeld is dan wat hier op die kaart staat. Het voelt voor mij alsof dat stukje controle, als je dat eenmaal hebt losgelaten, dat ook niet meer terugkomt. Dan kun je dat niet meer, dan wordt dat niet meer hersteld. Zo voelt het voor mij. Dat je daar wel voor moet waken, dat het niet meer gaat, dat het niet meer stroomt, dat het niet meer terugkomt. Maar daar heeft het mee te maken voor mijn gevoel. Want ja. En misschien is dat wel een patroon wat je hebt. Dat zich continu herhaalt. Dat je. En je laat iets achter. Ja, er zitten verschillende frequenties. Dus die frequentie van dat controle vasthouden, dat voelt voor mij
Dat is die ruis. En dat is ook wat niet... Want als dat eenmaal opgelost is, dan krijg je dat ook niet meer terug. Dan hoeft dat niet meer, ja, dat hoeft natuurlijk niet meer gelijmd te worden. En ja. Blijf dat toch met die kaarten vinden, maar even kijken. Oké, mag ik dan nog eens een stuk op dit hele zaakje? Daar wil ik nog eens één verduidelijkingskader op hebben. Wat hier... Kijk, die ruis, dat kan ik snappen. En het uitstippelen, dat is gewoon, dat hoort daar niet meer bij. Dat is, jullie gaan vanuit dit stuk naar iets nieuws. Retreat, het is tijd voor zelfreflectie. Ik heb het gevoel dat jullie ergens weggaan. Het kan ook te maken hebben, voel ik nu, dat het te maken heeft met een andere partner nog. Dat je op moet passen dat die persoon niet ertussenin gaat. Zitten. En dat die persoon constant eigenlijk daar wel iets wil, ja, een storende ruis is eigenlijk. Dat gevoel krijg ik nu erbij. Zo moet het. Waarom ligt dat allemaal door elkaar? Wat ik hierbij voel is, het verwarde mij net, maar die energieën die vloeien in elkaar over. Er zit iemand die een ruis veroorzaakt en die ruis die moet weg. En die ruis moet gewoon verdwijnen. Dat is het. Want dat zorgt ervoor dat die energie verlaagd wordt tussen jou en die ander. En daar mag naar gekeken worden. Misschien ben jij het, of misschien is die ander die in een verbinding heeft gezeten met iemand anders. En dan nog altijd in het goede geloof van die persoon. Nou, vergeet het maar, want die persoon zorgt voor ruis tussen jullie. En dat mag niet meer. Dat is klaar. Wat mag ik hier nog op zien? Dit hele stapeltje. Oké. Sereniteit, berusting. En dan ligt een roman dan pas, als die sereniteit is, dan komt ook dat romantiek, dan komt dat romantisch avondje met jou en die persoon. Als dit hier uitgebalanceerd is. Ja, en dan ga je bouwen naar een mooie nieuwe toekomst. Maar dat was dus... Ja, dat is wat ik nu zie. Er was dus ruis hier op jullie verbinding door een ander. En die ander, ja, het einde is in zicht. Jullie zijn onderweg naar gelukzaligere tijden. Ja, daar zat ruis hier op de lijn. Ruis op de lijn door een andere energie. Als jij in een verbinding bent met iemand die pas iets heeft afgesloten of die... nog in een situatie zit die je moet afsluiten, dan kan het dus zijn dat die persoon die energie, die ruis veroorzaakt tussen jou en die ander. Die ander raakt daarvan in de war of heeft daar last van. En jij kan dat misschien ook voelen en het niet kunnen veranderen, maar dat het bij jou zich uit als een stukje controle. Dus dat is eigenlijk wat ik hierbij voel. Dat jij het daarom wil controleren. Omdat jij voelt dat er iemand aan het trekken is. En dat jij het gevoel hebt van, wat is dat? We kunnen het niet precies plaatsen, snap je? Dus hier is echt, dit stuk zou afgesloten mogen worden. Dit mocht echt weg. Want dan, anders gaan de dingen gewoon niet stromen zoals het hoort. Dan vertraagt het de boel. Oké, mag ik eens een... Als dit opgelost is, die ruis, wat gaat er dan gebeuren tussen die twee mensen? Ja, de vier van de staven, daar hoef ik eigenlijk weinig kaarten nog te pakken. Dus de foundation and commitment, dat is de vier van de staven. Dat is de gelukskaart, dan is het feest. En dan gaan de dingen, ja, ace of page of wands, excitement and curiosity. Dan is er gewoon feest tussen jullie. Als dit uiteindelijk helemaal verdwijnt, dan gaan de dingen, de queen of cups... Three of Cups, Celebration. Ja, dan is dat feest. Dus hier moet een derde energie eruit gefilterd worden. En dat is heel belangrijk om dat eruit te filteren. Want jij hebt er last van. Nou snap ik ook waarom ik in het begin hier dat controlestukje had. En dat het eigenlijk de union... ja, dat het de union blokkeert. Maar ook jouw eigen ontwikkeling blokkeert het. Dus jij hebt nog een stukje uit te werken voor jezelf. Een stukje controle loslaten. Die andere persoon moet zorgen dat die energie hier verdwijnt.
dat die energie uit zijn of haar systeem verdwijnt. Anders kan dat tussen jullie niet gaan stromen, want die blijft daar tussenin flitsen. En dat is niet de bedoeling. Dat mag niet meer. Dat, ja, wat ik hoor van het spirit is ook, dat wordt dan ook, zodra jij je stukjes oppakt en die ander pakt zijn stukjes op, of jij pakt je stukjes op om controle los te laten, kan die ander dit loslaten en denken, zoek het uit, ik ga mijn eigen weg. Dit is even jullie, ja, tweelingzielen-update. Eigenlijk in het kort. Zowel voor jezelf als ook voor de, ja, voor de tweelingzielen. Maar dit moet eigen, hoe zeg je dat? Dat moet eruit. Weg. Deze energie moet weg, want deze persoon heeft een nare energie, een zware negatieve energie, wil alles doen om dit te voorkomen, de union, en, of in ieder geval te vertragen, zo lang mogelijk. En als dit opgeruimd is, is het klaar. En dat, daarom ligt ook hier de crossroads, iemand staat op een kruispunt, laat iets achter, daardoor kan die persoon ook gronden en aarden. En ik ga even verder kijken, childhood sweetheart, dus het is echt iets van vroeger. Ik zag niet zeggen meteen een childhood. Maar het is belangrijk om hier dat stukje, zowel dus jouw controlestukje als die ander, deze energie, die moet eruit gehaald worden, withdraw. Je mag je terugtrekken, of in je bubbel, of je mag je terugtrekken vanuit deze energie. En het voelt gewoon alsof dat weg mag vanuit die energie. En dan moet ik eens even kijken wat ik nog had. Dan pas kan ook dat commitment komen waar je van gedroomd hebt. En misschien is dat nog een verrassing, mag je nog niet zien. Maar ja, het gaat wel gebeuren. Ja, dankjewel voor het kijken en namaste.